Hallo iedereen, welkom terug bij Average Snel. Mijn naam is Lars. En mijn naam is Nick. En we kunnen eindelijk beginnen met de speedbuild. Het is nu 16:34 en we zouden om 16:00 beginnen. Dus we zijn nu al meer dan een half uur bezig om deze... Ik wil deze twee zeggen, maar om ze een beetje in orde te krijgen dat alles werkt en dat we kunnen beginnen. Nou, speedbuild, voor de mensen die het nog niet kennen, uitleggen. Dit is een wedstrijd waar twee mensen tegen elkaar bouwen en jullie beslissen wie er wint. Dus aan het einde van dit... dus als je... Nou ja, je mag ook nu al stemmen, maar dus je kan dan aan het einde stemmen als ze klaar zijn met bouwen van stem 1 voor Sushi Lol 1 of stem 2 voor Dikke Ridder Q. Dat heeft hij dus zelf neergezet. Dat hebben wij niet gedaan. Voor Ridder Q kan je dan stemmen. Dus stem 1 voor Sushi, stem 2 voor Ridder Q. Oké, ze hebben geschoten, hè? Ja. Oké, dan deze. Heel veel pijlen. 1 TNT op het eind bij de tegenstander mag je doen. Oh. 1 TNT op een Oké. Okay. Dat is een... Als onderwerp hebben we vandaag, zou ik het zeggen, Nick? Ja, zeg het maar. Oké. Zijn jullie er klaar voor? Onderwerp is lente. 3, 2, 1, begin. We zijn eindelijk begonnen. Nick, ik ben blij dat het gewoon eindelijk bezig is. Sorry als de intro wat gerust lijkt. Maar dat komt omdat we gewoon echt de hele tijd... Wat is de hele tijd? Sushi begin. Sushi, je moet echt, als je dit... Lente, dat zeg ik net. Oh, Sushi. Ik weet dat je dit gaat kijken, hè. Ik weet trouwens niet of je nu ook naar mij gaat luisteren, Nick. Waarschijnlijk luistert hij niet eens nu. Maar als je dit hoort, toevallig. Ja. Lees je chat. Oh, hoe vaak we al niet geprobeerd hebben te communiceren met jou. Je maakt het als echt niet makkelijk, hè. Maar ja. Okay. Hij is begonnen, hij is bezig. Hij is bezig. En ze doen de slimme manier om gewoon gras op het steen te zetten en niet eerst het steen weg te halen. Ze hebben geleerd van jouw techniek. Ja, maar Nick, heb je gezien waar we hier zijn nu? In het... Nou, dat is toch leuk dat je het zegt, want ik zat al te kijken van, wow, wat is dit? En, hè? Speedbuild arena? Aan beide kanten staat er één iemand op de tribune te kijken. Eén iemand staat op de tribune. Ja, nieuwe speedbuild arena, inderdaad. Goed dat je het opgevallen is, Nick. Ja, ik dacht, ik wist het niet zeker, maar ik dacht het. Ja, oh. Oh, ik ben gewoon blij dat we nu eindelijk begonnen zijn. Ik heb het al vaker gezegd, hoor, maar... Het kan het soms vermoeiend zijn. Wat doet Don nou weer? Don heeft ons net wel even goed geholpen, dus Don, dankjewel. Ja. Ik weet dat je de video's niet kijkt, dus het heeft geen zin om het te zeggen tegen jou, klootzak. Maar zullen we naar de uitslag gaan van het vorige potje, Nick? Oh, dat was nek aan nek, hè? Want dat was Mos Oscar tegen Nick Ruis. En het was echt tijdens het tellen van de stemmen ging het echt 1 voor Mos Oscar, 1 voor Nick Ruis, 1 voor 2 voor Mos Oscar, 2 voor Nick Ruis. En zo ging het door. En uiteindelijk is het 11-9 geworden. Dus Mos Oscar heeft met zijn raket, heeft hij van Nick Ruis met zijn luchtschip gewonnen. Om eerlijk te zijn had ik dat niet verwacht. Maar het is niet onverdiend, denk ik. Het had allebei de kant op kunnen gaan. Ja. Ik ben wel blij dat er meer gestemd is ook. Ja, als je ziet het verschil. Ja. Oh. Ja, dus het is goed dat er meer gestemd is. En dus jongens, dus stem voor Sushi of stem voor Ridder Q. En ik weet dat Ridder Q al een hele tijd op de server zit hier. Dus die zal ook wel wat, vrienden hebben die voor hem stemmen hier. Dus daar moet Sushi ook rekening mee houden. Want het is, we kunnen er niks aan doen. Als je gewoon vaker online bent, dan is de kans groter dat je eerder de stemmen krijgt. Omdat mensen je gewoon kennen, zo zit het. Ja. Dus als je een keer mee wil doen met de speedbuild, dan is het verstandig om ook vaak op de server gewoon te komen. Zodat mensen je leren kennen. Je moet, als je aardig bent en zo, dan... als je gewoon goed meedoet met de server, dan krijg je waarschijnlijk meer stemmen. Dat is niet altijd zo, maar... Dat is vaak zo. Ja. Kijk, als Sushi nu in één keer iets heel erg moois maakt... Dan zal hij natuurlijk ook van andere stemmen krijgen. Maar meestal zit het gewoon zo in elkaar.
Zijn dus een tip. Dus weer de tip van Lars. Tip van Lars. Vorige maar keer kijk, was het... zoals het nu ervoor staat, denk ik dat sushi wel gaat winnen, hoor. Het ziet er meer lenteachtig uit, dit. Dat wel. Ja. Zo, met die plantjes zo, een riviertje en een zon. Ja, inderdaad. Als ik nu zou moeten stemmen, dan zou ik het aan sushi geven. Maar wat is Ridder aan het maken? Een boom? Zou het een boom zijn? Het is een soort van knots. Een knots, een grote... Voor zo'n reus. Voor zo'n troll. Ja, voor jou dus, Nick. Een trollenknots. Mijn knots. Niks. Oké, dus sushi die is een zon aan het maken. Een hele mooie zon, shit. Ik vind het geen lelijke zon. Nee, dat vind ik ook niet. Er moet alleen nog zo'n gezicht van een baby in, hè? Ja, zoals bij de Teletubbies. Ja, dat is... Deed je een kraai na, Nick? Nee, ik deed dat kind na. Dat zit altijd zo. Nick, niet stikken. Niet stikken, Nick. Je kon hier toch ook uitzetten dat er geen sneeuwballen gegooid kon worden, of niet? Dat kan je inderdaad uitzetten. Misschien dat we dat na dit potje even uit kunnen zetten ook, toch? Dat is een hele goeie. Maar het is lente. Het is net begonnen, dus het sneeuwt nog een beetje. Oh, ja. Het was ook weer een beetje vorst. Weet je, dat hoort erbij. Vorst. Ja, een beetje vorst. Zullen we dit potje weer gewoon 15 minuten doen? Ja, dat is helemaal goed. Want lente is wel een onderwerp waar je veel op kan doen. Ja. Ik ben nog steeds uitgeput van al dat... Oh. En dan deed iemand mee, hè? Die Rakip hier. Die wilde dan meedoen. En dan op het laatste moment zei hij, nee, ik wil niet meer meedoen. Dus ja, oh, kijk, smiley face on. Oh, dat is wel echt een blije smiley. Ik vind deze, zo vind ik het mooier eigenlijk. Wacht even. Laat jij je variaties erin gaan, jongen. Zie je? Oh ja, zodat hij dan met één hoekje van zijn... Oh, ik was het toen het echt aan het doen, maar dat kunnen jullie niet zien. Nou, dat met het, net met het hoekje van je mond, dat je omhoog gaat. Ja. Dan heb je het blije gezichtje, maar niet al te blij, maar gewoon stiekem blij. Stiekem blij. Oh, maar de Speedbuild-serie doet goed. Veel van jullie vinden het leuk om te kijken en jullie stemmen ook goed en jullie klikken vooral goed op leuk. Want het is echt de serie met... Wat is dat blok daar? Denk je, bent een blok vergeten daarboven. Oh, dat is een zwevend glasblok, die wou ook meekijken. Dood. Nee, al die schermen vallen op de grond. Ik was aan het praten nog. Jullie blijken Speedbuild leuk te vinden, dus laat die ideeën komen. We hebben al een aantal goede extra twists gekregen van jullie, dus laat die ideeën komen. En laat je reacties achter, niet alleen je stemmen, maar ook andere reacties. We vinden het allemaal leuk, we lezen het allemaal. We doen er ook vaak wat mee. Dus laat ze maar komen, zou ik zeggen. Oh, en Ridder heeft hetzelfde idee als Rakip, volgens mij. Dat is Rakip niet, dat is Sushi, Nick. Of Sushi, sorry, waar heet het met Rakip bezig? Ja, die ging op het laatste moment weg. Dus daarom heb ik Rakip in mijn hoofd. Ja, ik zal nog even de stemmen laten zien. Zo groot in het beeld, zo. Wauw, echt een hoop van wauw. Ja, maar ik ben wel blij met de nieuwe arena. Daarvoor moeten we even, Nick Ruijs moeten we daarvoor echt even bedanken. Die heeft namelijk helemaal iets eentje gemaakt. Jeroen kunnen we niet vertrouwen, want die zou hem eerst maken, maar die heeft het dus niet gemaakt. Jeroen is dat het heel leuk om te maken. Alleen dan zien we hem even niet en dan is het gewoon... Jeroen is het al af. Oh nee, nog niet. Oh, oké. Okay. Maar hij is altijd heel enthousiast als hij mag beginnen. Ja, want Nick Ruijs en Jeroen die zijn nu ook samen hun Hunger Games map gaan ze maken. Alleen, waarschijnlijk wordt het meer Nick Ruijs dan Jeroen, ben ik bang. Nick Ruijs heeft ook de nieuwe minigames span gemaakt. Daar hebben we wel even tijd voor. Span. Ik ga heel veel de minigames span laten zien, Nick. Maar Lars, je gaat toch niet uit een wedstrijd? Jawel, kijk, dit is de gewone span. En dan kom je hier in de minigames span. Ja. En dit heeft Nick Ruijs allemaal gemaakt met een heel parcours en alle minigames staan hier. Kijk, op de bordjes kan je het zien wat er wat item van de week, swapper, Hunger Games komt eraan, Kid PvP, Quakecraft, Waterrace. En ik heb de ballonnen gemaakt. Oh, en dan kun je ook even laten zien, als je dan toch Wissler span doet, hoe je naar de speedbuild komt, naar de tribune. Want dat vroegen net ook mensen. Vroegen mensen dat? Ja, dat vroeg de kip voor de goede ooit eerst naar de tribune komt en nog iemand anders. Nou, je loopt hier naar het bord waar heel groot speedbuild op staat. Het is even voor de show. Het is even voor de show. En dan loop je door de portal en dan kom je hier op de tribune uit. Dus dat is de manier, dus dan weten jullie dat. Ja. En
Ja, ik dacht dat het wel voor zich sprak, maar blijkbaar niet dus. Oké. De ridder is wat aan het schrijven. Dat vind ik nooit zo'n hele goede tactiek. Nee, dingen met blokken schrijven. Maar toch, het kan een tactiek zijn natuurlijk. Want iemand had wel een punt gegeven voor de ruimtetekens dat Moorts Oscar had gemaakt. Had hij erbij geschreven. Sekshuisje. Als je de lentekriebels krijgt. Dat gaat extra punten op scoren, joh. Je kan maar weer zien van welk niveau hier de spelers zijn. Eerst leest hij zijn tekst niet en dan gaat hij dat soort inschrijven. Nou ja. Wat ik dan wel heel raar vind, hè, dat het dak nog open is. Het is lekker privacy. Oh, zo. Ja. We kunnen er ook niks aan doen, hè. Maar de tijd is alweer bijna om, Nick. Zo snel al? Ja. Dus, 10 minuten zijn nu voorbij. Oh, shit, we moeten nog 5 minuten. Dacht ik er eindelijk klaar mee te zijn. Maar nee. Ach, ik ben al lang blij dat het eindelijk bezig is. Oh, volgens mij gaat dit extra punten opleveren, hoor, Lars ook. Wat dan? Kijk eens wat voor letters dat zijn. AVNL. Ja, en wat is dat de afkorting van? Van onze clan. En? Aboriginal. Ja! Maar kijk, als jullie dan letters gaan gebruiken... Kijk, ik ga het weer gewoon even laten zien. gebruik dan dit soort letters. Kijk, dat ziet er toch veel vetter uit dan die andere letters. Kijk, dit soort lettertypen. Of daar zoals de shop geschreven staat. Of de speedbuild is ook in dat lettertype. Dat, de minigames niet. Dus, maar dat moest groot. Of hier bijvoorbeeld bij de Quakecraft. Kijk, dit is namelijk een veel vetter lettertype in Minecraft dan wat de meeste mensen gebruiken. Ja, dat is zeker waar. Dus zoek dat even op Google. Dat is geloof ik 3x3 letters of zo. Maar het kost ook meer tijd. Als je het een beetje moet nadenken. Ja, maar kijk, het ziet er toch veel netter uit dan bijvoorbeeld dit. Hè? Het is niet lelijk of zo, Ridder. Totaal niet. Het zit hier maar ook een zon. Het zit elkaar een beetje na te apen. Maar dit is dan wel een andere zon. Een aparte zon. Deze geeft licht. Ja. Hij is alleen niet blij. Nee. Dat is dan weer jammer dat hij niet blij is. Ja. Zonnen horen nou helemaal blij te zijn. Ook al staan ze in de fik. En deze zon is minder rond. Ja, oké. Maar dat is Minecraft, hè? Het is meer... Ja, maar je kan toch... Kijk, deze zon is toch ronder dan die zon? Ja, oké. Ja. Ik vind het ook een beetje op een of andere manier dierenmishandeling. Wat er hier in de lente gebeurt. Wat dan? Nou, kijk. Hier kunnen ze verdrinken. In dit stukje. Van de poel. Ze staan best wel met veel beesten op een kluitje. Ja. Dat suikerriet neemt ongelooflijk veel ruimte in. Ziet er gezellig uit, hoor. Ja. Maar het is... En die boom, als het dan bliksem is, dan gaan ze natuurlijk onder die boom staan zo. Als dan de bliksem inslaat, weet je, dan is dat gewoon heel jammer. Voor die dieren. Ja, ik vind het ziet er gezellig uit, maar het is een beetje niet zo. Ik dacht dat je Smite ging typen, maar dat... Oh, kijk, bliksem inslaat. Onder de boom. Kijk, dit is geen goede plaats om onder de boom te gaan staan met blikseminslag. Nee. Ik heb meer het idee dat Ridder een soort bullseye aan het maken is. Ja, dat is ook wel een goede. Een nieuwe soort twistbord. Het is niet echt een zon, het is gewoon echt zo... Schiet hier. Het is meer een komeet die er op de aarde afkomt. Ja. Zoiets, ja. Het geeft wel licht. Ik vind deze zon mooier. Oh mijn god. Hij heeft het ook licht gegeven, Nick. Oh. Jammer dat het zo willekeurig is. Dat vind ik dan wel weer. Geeft de zon dan wel geen willekeurig licht? Oh kijk, hij heeft een strandje, Nick. Strandje? Ja, je kan hier liggen op een zandhanddoek. Oh. Zandhanddoek, strandhanddoek. Het is wel een lekker zonnetje, hè? Ja. Dus ik denk dat ze bijna klaar zijn. Nog 1 minuut. Sushi zal het waarschijnlijk niet lezen. Ridder wel, als het goed is. Dat hoop ik dan maar. Ik heb de lente alweer in mijn bol. Oh nee, het is de zomer in je bol, ja. Hè? Ik vind dit heel schattig, hoor, Ridder. Maar je had deze tijd misschien beter in iets anders kunnen stoppen dan een ding maken. Wat ik trouwens ook geleerd heb, Nick. Nou, wat heb je geleerd? Ridders oom
Die kijkt ook naar ons. Ridders Oom. Ja. Zullen we een soort van shout-out geven naar Ridders Oom dan? Ja, en een bedankt. Ik wil een shout-out geven naar Ridders Moeder, want die is vandaag jarig. Vandaag als jullie het kijken, morgen als we het opnemen. Maar die is vandaag dus jarig. Dus laat in je reactie, dat was ik vergeten te zeggen, laat in de reacties ook een gefeliciteerd achter. Gefeliciteerd ja. Ridders Moeder, laat dat achter. En dan, leven lang, hoera. En wat was het? Het hashtag maak haar trots, toch? Doe hashtag. Ja. Maak haar trots. Zo. Hashtag maak haar trots. Want Ridders, dat is een cadeautje van Ridder dan voor zijn moeder. Dat zijn moeder trots op hem kan zijn wat hij heeft bereikt hier in Minecraft. Ja. Maar tijd is op. Dus we gaan stoppen. En we gaan even kijken wat ze hebben gemaakt. Bij wie gaan we beginnen? Bij stem 1. Sorry, dat lijkt me handig. Ja. Heel hoog niveau. Haha, het sekshuisje. Haha. Oké. Laten we Sushi maar even... Die is aan het typen, denk ik. Hoop ik. Of hij leest weer niet wat we hebben gezegd. Waar is hij eigenlijk? Hij is daar aan het rondvliegen. Hij komt nu hierin. Oké. Ridder. Die Sushi leest echt nooit de tekst. Hij staat nu stil. Volgens mij gaat hij nu. Je hebt gemaakt. Een heel mooi lenteveld. Heeft Sushi gemaakt. Oké, leuk voor hem. Een heel mooi lenteveld. Met dieren en een zon. Ik vond de zon wel leuk. Ja, een mooie zon. Ridder heeft ook een lenteveld. Alleen zijn dieren kunnen niet weg. En het past goed weer bij het onderwerp. We komen hier aan. Meteen komt de bliksem weer. Geen bliksem alsjeblieft. Ik ga je echt doodmaken in het echt. Oh. Zon erbij. En I for Chanel. Nou, zullen we nog even... Hey Gijs. Nog even... Stem 1 voor Sushi Dol 1 en stem 2 voor de dikke Ridder Q. En je ziet niet welk gezicht ik maak, maar ik maakte dat gezicht. Dus, oh ja, oh shit, de twist vergeten. Oh, de twist. De twist vergeten. Oh. Twist. Ja. 1 TNT. Bij elk. Doe maar. Oké, ze mochten ieder 1 TNT mogen ze neerzetten. Dat was de twist. En ik ben... Oh, deze wordt aangestoken. En de eerste is van start en... Boom. Oh. Oh, nu gaat Ridder gaat iets opplaatsen. In het huisje. Oeh, ik had de zon gedaan. Ik had denk ik ook of de zon gedaan... of ik had het hier in het midden gedaan... dat er een heel lelijk gat zat. Ja, oké. Okay. Ik vind deze twist leuk, Nick. Een kaal huisje. Lekker privacy. Dus inderdaad. Je kan hierop stemmen nu dus. Ja. Dus op wat er over is gebleven. Een zwevende mooie boom. Echt ja. Typisch Minecraft. Moet je zien, het groeit terug, Nick. Het groeit terug. Het groeit terug. Dat is het mooie van de server hier. Dat we iets hebben dat het gewoon automatisch teruggroeit. Alles wat met TNT kapot is gemaakt. Dus kijk hier ook. Dit kijk, huisje. Het huisje wordt opnieuw gemaakt. Dat vind ik wel echt mooi hieraan. Dus wil je nog kijken waar je op moet gaan stemmen? Wil je het in het echt zien? Dan kan je hier gewoon naar de spiegel komen. Ik wil jullie nu bedanken voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doei!